Hallo iedereen en welkom bij dit vijfde en laatste deel van de snelcursus Microsoft Office Word. Jawel, vijfde en laatste deel. Dat betekent dus dat herhaling begin en herhaling einde niet zullen opgenomen worden in de snelcursus. Ik ga daarnaast wel nog tabs en tabellen doen. Dat ga ik dus in deze aflevering doen. En blijkbaar vindt mijn muis het heel erg leuk om wat te flikkeren tijdens deze snelcursus, dus ja, we gaan het daarmee moeten doen. Maar goed, wat ga ik doen? Ik ga eerst en vooral een tabel maken. Tabel 1 gewoon namaken, deze tabel dus. En daarbij ga ik het gewoon weglaten in verband met tabellen. Gewoon omwille van het feit dat het altijd weer hetzelfde liedje is. Tabel 2 is ook weer met hetzelfde. Gewoon de tabel namaken en dergelijke. Daar is niets aan. Gewoon de werkwijze volgen en ervoor zorgen dat alles er zo goed als even goed uitziet als het origineel. En daarnaast ga ik dus ook nog een oefening in verband met tabs doen. Dat gaat waarschijnlijk briefoplossing zijn. Ja, hierin zit ook eigenlijk alles wat je moet weten in verband met tabs. Dus ja, hier zie ik ook niet echt veel problemen in. Het is ook weer gewoon volgen en vooral weten waarvoor welke tab staat. In verband met de tabs ga ik nog wel wat meer uitleg geven als we daarbij zijn toegekomen. Maar nu eerst dus de tabellen. En vooral deze tabel, tabel 1. Ik ga dit weer even verkleinen en daarnaast dus een nieuw document nemen. Een nieuw document maken, Ctrl-M. Of niet? Wilt hij niet? Ik dacht dat het Ctrl-M was. Nee, toch niet? Ja. Misschien wel op een plek staan waar dan het wel is. Nee. Het is Ctrl-N. Allee, leuk. Goed. Anders, als je het anders wilt doen, gewoon hier nieuw en dan maken. Maar goed, ik ben een fan van toetsencombinaties. En ja, dan doe ik het toch liever op een snellere manier dus. Maar goed, tabel 1. Maak onderstaand tabel na. Dat gaan we even doen. Dus aantal, eerst en vooral hoe je een tabel moet invoegen, is hier gewoon bij het tabblad invoegen. En dan heb je hier meteen tabel. En dan kan je via dit venstertje hier gaan werken. Maar ik ga meestal gewoon naar tabel invoegen, zodat je dan meteen een desgewenst aantal kolommen en rijen kan gaan intypen. Aantal kolommen dus 2, aantal rijen 15. Goed, typ eerst je gegevens in, maak daarna op. Dat gaat het lastigste gedeelte worden van de volledige opdracht. Ik ga voor bel roze wel een shift enter gebruiken. Geen idee of het veel verschil maakt, maar gewoon voor de zekerheid. Euroteken staat ik weg, gewoon voor het gemak. Mochten jullie niet geïnteresseerd zijn in hoe ik deze gegevens invoer, spoel dan gewoon door. Het is gewoon een beetje langdradig, maar het is nu eenmaal nodig. Goed, alles is ingevoerd, of toch min of meer. Het lettertype moet Batang 14 punt zijn. Dat gaan we even doen. Hoe selecteer je alles in de tabel? Gewoon op dit symbooltje hier klikken. Als je op de tabel staat, zie je dat symbool vanzelf komen en kan je erop klikken.
Dan is alles geselecteerd. Dan gaan we naar start. En hier Batang. Batang. 14 punt. En lettertype van Schoonheidsinstituut moet monotype Corsiva zijn. 26 punt. Dan, de titel moet dus verticaal en horizontaal gecentreerd zijn. Dat gaan we even doen. Ik ga weer even hier de titel dus selecteren. En dan gaan we even naar, normaal gezien, indeling. Ja. En hier hebben we dan het vakje uitlijning. En dan kunnen we hier dus verticaal en horizontaal centreren. Dat is het middelste. Horizontaal en verticaal centreren. Goed. Verzorging. De verzorging dus, dat, daarmee bedoelt men de linkerkolom hier. Hoe ik dat ga selecteren is gewoon, als je hier aan de linkerkant staat van je tabel, maar nog altijd in de tabel zelf, dan zie je dit zwarte pijltje verschijnen. Normaal gezien knippert het niet door, maar dat is gewoon de muis die weer vervelend doet. Klik daarop en blijf indrukken en ga naar onder. En dan kan je zo heel die kolom op uitzondering van de titel gaan selecteren. Het moet verticaal gecentreerd zijn en horizontaal rechts uitverlengd. Dat is dus dit. Voilà. Prijzen. Ziezo, net hetzelfde principe, maar dan bij de andere kolom. Moet verticaal gecentreerd zijn en links uitgelinkt. Oké. Okay. Pas de kolombreedtes en rijhoogtes manueel aan zodat het lijkt op onbestaande oplossing. Dat kan je hier aan zien vooral. Het staat hier tussen 8 en 9. Hier staat het wel pal op de 8. Dus dat gaan we even veranderen. Ik ga dit hier. Als je hierop klikt, kan je dus deze kolom hier gaan, als het ware, verplaatsen. Dus hierop klikken en blijven indrukken en dan kan je het gaan verplaatsen. Het begint er al op te lijken. Ja, dit is goed. Oké. Okay. Ik weet niet of er nooit moet aangepast worden in verband met de breedte. Of, ja, de breedte misschien, of de hoogte. Nee, niet nodig. Randen en arcering. Paarse arcering met witte randen. Textuur aangepast naar wit. Hoe doe je dat? Dat is hier weer die volledige tabel gaan selecteren via dat symbooltje hier. En dan gaan we naar ontwerpen. En dan heb je hier arcering staan. En dan kan je hier best niet op klikken, want arcering ben je fout. Het is hier randen en arcering. Randen en arcering, dus randen en arcering. Paarse arcering met witte randen. Hoe doen we dat? Hier hebben we tabblad arcering, dus paarse arcering. Ik ga iets nemen dat er min of meer op lijkt. Is misschien nog iets te licht. Dat is te licht. Goh ja, maakt niet uit. Paarse arcering met witte randen. Dus weer naar het tabblad randen dan. En dan moeten we hier normaal gezien gewoon de kleur gaan aanpassen. Hè. Dus wit. Ziezo. Tekstkleur aangepast naar wit. Normaal gezien gaat dat vanzelf. Of niet, nee toch niet. Dus hier naar start. En hier bij het A'tje. Alles wit. In orde. Voeg op het einde de eerste rij samen tot één geheel. Daarvoor moeten we dus de eerste rij gaan selecteren door hier buiten de rand, buiten de tabel aan de linkerkant te staan. En dan zie je hier zo'n wit pijltje staan die opeens heel erg fel aan het flikkeren is. Rechtermuisknop en dan zie je hier cellen samenvoegen. Maar ik ben niet. Nou ja, wel. Bij Word is het zo dat als je met de rechtermuisknop klikt op zo'n rij, dan ga je sowieso hier cellen samenvoegen te zien krijgen. In Excel werkt dat niet. Daar is het echt wel een knop in het lint dat je daarvoor moet gebruiken. Kijk, voilà. Dit past zich ook meteen aan de uitlijning. En verder is er daar toch niets mee te doen, eerlijk gezegd. Ja, dat is het zowat. Moet ik dit dan bewaren als tabel 1? Ik ga dit niet bewaren, omdat ik lui ben. Ja, verder is er daar eigenlijk niet veel aan. Gewoon zo
oefenen, als het ware. Misschien toch nog één ding dat ik wil tonen. Eén klein dingetje. Vanuit tabel 2. En dat is dit. Je ziet hier dat alles eigenlijk ook qua breedte, eigenlijk qua hoogte allemaal klopt, qua centrering. Dat is niet altijd zo het geval. Ik ga dat even aantonen. Ik ga even een tabelletje invoeren van... Ja, van een veel. Zoiets. Ik ga wat tekst intypen. Ziezo. Ik ga dit normaal gezien gewoon zo centreren. Ik kijk of het nu zo blijft. Ja, oké. Dus als je zo'n effect wilt hebben, gewoon altijd niet vergeten hier horizontaal te centreren. Of beter gezegd, verticaal te centreren. En dan kan je dus zo'n effect hebben. Ik denk dat ik het ook wel heb uitgelegd bij tabel 1 als ik me niet vergis. Maar gewoon voor de zekerheid. Sommigen proberen dan zo te foefelen. Ik weet dat er sommigen dan beginnen te foefelen op een of andere manier dat ze dan gaan beginnen alinea hier gaan aanpassen en dan alinea voor. En dan opeens gaat er hier dan meer ruimte tussen komen en op die manier proberen dan toch het juiste effect te krijgen. Maar dat is dus niet de bedoeling. Gewoon altijd weer met het centreren en ik kom op de juiste plaats te staan, sowieso. Maar dat is nu niet het geval omdat die alinea hier verkeerd staat, het allemaal op 0. Nu klopt het dus wel. Maar goed. Ja, ik had briefoplossing nodig. De tabs. Dus dit gaan we even namaken. Niet heel moeilijk, gewoon. Het is gewoon belangrijk dat je de tabs goed weet zitten en waar ze voor dienen. Ik ga hiervoor een nieuw document aanmaken. Ctrl-M. Voilà. Ik ga even wat dingen aantonen. Ik ga gewoon eerst een korte rondleiding geven in verband met tabs. Dit is een links uitlijnende tab. Als je hier ergens klikt, kan je een tab zetten. Voilà. Nu staat hij precies op 3 centimeter. Wil je hem 3 millimeter of zo, of 3... Kortom, als je hem heel klein beetje wilt aanpassen... bijvoorbeeld 2,97, dat kan gewoon, hè. Instellen of niet, kan het niet. Zou me verwonden. Ik dacht dat het kon. Wacht, misschien wel het beste natuurlijk. Selecteer. Ja, het kan wel. Anyway. Ik heb nu bijvoorbeeld een tab van 2,5 centimeter. Ik druk op tab. Dan komt mijn cursor meteen op die plaats te staan. Bij links uitlijnen tab is het zo dat de tekst dus allemaal, ja, als het ware links wordt uitgelijnd. Ik kan het gewoon niet uitleggen. Je ziet, hier blijft het sowieso, blijft dit het startpunt van de zin. Verplaats je dit, dan gaat het mee verplaatst worden. Wil je een tab verwijderen, dan kan je er ofwel dubbel op klikken en hier wissen. Maar ik prefereer weer de eenvoudige manier en dat is gewoon de tab gaan vastnemen en een klein beetje naar onder verschuiven. Je ziet dat dan licht worden. Wegklikken en... wegklikken, nee. Gewoon loslaten en de tekst staat weer tegen de marge. Zo simpel is dat voor de linksuitlijnende tab. Dan heb je hier... de rechtsuitlijnende tab, ik ga die eerst nog even tonen. Ziezo, wordt als rechts uitgelijnd. Dit is een decimale tab. Als ik nu ergens een comma zou zetten, bijvoorbeeld daar, dan zie je dat de comma op de plaats komt te staan van dit gegeven hier. De lijntab zag ik daar nu even ook. Hier. Als ik hier nu een lijntab zou zetten, komt er hier een lijntje. En ik denk dat ze allemaal zijn, of is dit er nog één? Ik denk dat dit de centrerende tab is. Dat als ik hier nu tekst zou typen, dat alles wordt gecentreerd vanaf die plaats. Ja, alles wordt gecentreerd
Dus zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant staat er evenveel tekst. Leuk voor bij gedichtjes of zo, hè. Maar dus niet bij een brief. Daar gaan we voornamelijk de links- en rechtsuitlijnen tab gebruiken. En daartussenin dan een beetje opvulling met puntjes of zo. Dus goed. Even alles verwijderen. Ah ja, nog één klein dingetje. Ik ga hier even een paar tabs zetten. Voilà. Wil je ze allemaal tegelijkertijd verwijderen? Ctrl-Q. Voilà, het is allemaal weg. Dat is het enige wat ik nog wou tonen. Nu gaan we dus met de oefening beginnen. Typ eerst de tekst tot aan het overzicht. Neem regeleinde, Shift-Enter en alinea-einde, Enter op de gepaste plaatsen. Ja, dat is goed. Oké. Clean Express BVBA. Hier gebruiken ze normaal gezien denk ik een enter. Of niet? Wow. Dat lijkt me niet zo belangrijk. Ik ga er toch een shift enter van maken hier. Ja. PTW. Oh, PTX. Nee. En nu begint het. Het eerste overzicht, als je dat een overzicht noemt. Voor dat eerste overzicht, dus bij die adresgegevens dacht ik, dat zijn ook al de adresgegevens. Adresgegevens, factuurnummer, klant. Ja, linkse tab, links uitlijnen tab dus. Even aanduiden. Dat is dit dus. Op 2,5 centimeter, dus hier ongeveer. Als je zeker wil zijn dat die perfect staat, even dubbel op klikken en dan zie je ook meteen of het juist staat of niet. Dus dit staat goed. Ik moet wel zeggen, nu staat deze tab staat nu enkel in deze alinea. Dus als ik hier nu even zou klikken, staat hij er niet, omdat we niet in dezelfde alinea ons bevinden. Goed, kunnen we daarmee beginnen. Telefoon. Eerst telefoon intypen en dan op tab drukken en dan komt hij meteen op 2,5 centimeter te staan en kunnen we beginnen met ons telefoonnummer in te typen. Shift enter hier. Doe je een enter, dan zou de tab moeten weg zijn, maar dat is dus niet het geval, maar goed. Anyway, het is hier een shift enter. Wat is dat toch vandaag? Alsof dat magie is. Normaal gezien mag hij er niet staan, dacht ik, maar blijkbaar toch. En ik heb zo het gevoel dat er hier iets mis is met deze gevallen hier. Want een shift-enter of een enter, het maakt niet zoveel uit, lijkt mij. Dat op A, jawel. Ik zit even verkeerd te kijken. Oké. Verder, in verband met deze tabs, is het niet zo heel moeilijk. Ik ga gewoon nog hier even KBC intikken en dan ga ik meteen over naar een andere overzicht hier bij de omschrijving. Ik ga even nog de klant tonen. Dat is soms nog iets raar. Ik weet niet of het bij mij nu gaat fout lopen. Normaal gezien zou het niet mogen. Ah, voilà. Vanaf hieruit, dus vergeet niet shift enter. Hier kom je dan uit en dan weer tab. En dan kom je dus weer op hetzelfde plekje uit. Dan kan je weer beginnen typen eigenlijk. Goed, maar nu even de omschrijving. Waarom? Omdat ik niet zoveel tijd heb en ik wil niet dat mijn video langer dan een kwartier of zo duurt. Misschien is dat al zo het geval, ik weet het niet. Maar goed. Verwijder de tabs uit het eerste overzicht voor je aan het tweede overzicht begint. Logisch, want deze tab hebben we hier niet meer nodig, dus die mag weg.
Je ziet, er gebeurt niks aan deze tabs die hier stonden, omdat we toch in een andere alinea staan. Kijk, hier staan ze dus nog wel. Hier bijvoorbeeld niet, omdat we hier geen tabs hebben gebruikt. Oké. Overzicht te betalen. Linkse tab op 1 cm. Dat is hier ongeveer, ja. En dan hebben we rechtse tab op 16 cm. Rechts. Voilà, op 16. Dat is hier ongeveer. Ik ga hier even plaatsen. Nu staat het goed. Rechtse tab en een opvulteken. Puntjes. Dat vind je hier opvulteken, dus puntjes. Hè. Ziezo. Even instellen. Ja, maar wel de juiste. Ik zat nu even bij die van 1 cm, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik moet op die van 16 cm staan. En nu kunnen we puntjes gaan zetten. Oké, en nu kunnen we eraan beginnen. Hè. Nu is het kinderspel als het ware. Nu is het eigenlijk gewoon alles gaan intypen. Omschrijving dus. Ik zie wel dat hier patches en onderlijnd is. Maar ja, we hebben hier nog wel dingen die dan mogen aangepast worden qua opmaak. En je ziet, goed, heb je nog gedaan. Even terugzetten. Als ik dan op tab druk, komen de puntjes er en kan je gaan beginnen met hier bedrag te zetten. Dus geen probleem meer in verband met zelf puntjes te zetten en dat ze niet meer... dat het er gewoon niet meer professioneel uitziet en dergelijke meer. Daar hebben we dus geen meer zorgen voor. Ja, en het is weer hetzelfde liedje. Ik ga totaal te betalen nog eens in. Trouwens, het is hier ook weer altijd weer een Shift-Enter. Ik ga het even tonen. Dit zijn tekens voor een Shift-Enter. Zo'n klein pijltje. Die naar onder wijst, naar links wijst, maar dan met een... Enfin, dit is het pijltje gewoon weg, hè, voor de Shift-Enter. Even nog het bedrag intypen. Opmaak kunnen jullie zelf, neem ik aan. Als ik hier gewoon zo aanduiden. Ctrl-B, Ctrl-U. Misschien waarschijnlijk ook wel een beetje de grootte gaan aanpassen en dergelijke meer. Maar dat hebben we allemaal al eens gedaan bij de stijlen. Of toch een deel van de stijlen. En verder is er daar geen niks meer aan te doen, eerlijk gezegd hoor. Dit is het gewoon weg. Ik ga even op enter drukken. En als er hieronder dan nog een nieuw overzicht zou moeten zijn, met dus nieuwe tabs, vergeet daar gewoon niet Ctrl-Q. En dan zijn alle tabs van, het vorige overzicht weg. Dan kan je weer helemaal opnieuw beginnen. Goed, ik ga het hierbij laten. Dit is zowat alles wat je gewoon moet weten over tabs en tabellen. Ik hoop dat het jullie wat zal bijbrengen en dan wens ik jullie heel veel succes met jullie examens.